Dinesh Dek heeft de slechtste week achter de rug sinds 2022. En ja, nu is natuurlijk de vraag, krijgt deze sell-off komende week een vervolg? Hi, mijn naam is Peter Meijburg van slimmermetopties.nl. Ja, dat was weer een slechte week die we achter de rug hadden. Er zit flink wat angst onder beleggers ineens. En dat komt natuurlijk allemaal door geopolitieke oorzaken, renteverhogingen, inflatie, noem maar op. Kortom, ja, en het was natuurlijk ook wel hard gegaan de laatste tijd. Dus je zag wel wat winstnemingen. En als we hier kijken naar de SPY, dan zien we dat we 6 dagen op rij negatieve dagen hebben gezien. Dus rode candles. En dat zie je niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Dat hebben we al de hele tijd niet gezien. 6 dagen achter elkaar verlies. En wat ik al zei, de Nasdaq, nou, die doet het nog minder. Zeker als je procentueel kijkt. Dus vrijdag ging er ook weer aardig wat vanaf. En ja, dat kwam vooral door SMCI. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Super Microcomputer. Die ging maar liefst 23,4% omlaag. Je ziet, ik heb hier nog zo'n driehoek getekend. En ja, ik zag online beleggers, handelaren, die vonden dit er tot voor kort heel positief uitzien. Want die hadden het idee dat het aandeel hier zo omhoog zou gaan schieten. Maar ja, je ziet, je moet altijd heel erg opletten dat je niet te vroeg instapt. Want het kan ook heel hard de andere kant op gaan. En ja, je zag ook trouwens dat Nvidia mede hierdoor omlaag ging. Zie je ruim 10% eraf. Dus ja, vervolgens is dat de Nasdaq en de ETF dus, de Q's, ook hard omlaag gingen. En het zal mij niet verbazen als we komende week of misschien de komende 2 weken richting de 400 gaan. Dus ik denk dat de hele sell-off nog wel een staartje krijgt. Misschien dat we begin van de week een hele lichte opleving zullen zien. Maar het ziet er voorlopig niet zo positief uit. Maar de Dow Jones, die kreeg er dan 0,4% bij afgelopen vrijdag. Ja, en dat komt omdat beleggers een beetje een wat veiliger havens opzoeken. Ze zoeken hun heil meer in wat defensievere aandelen. Hè? Echt die klassieke, die blue chips van de Dow Jones. Nou ja, en je zag ook IWM, de ETF van de Russell 2000, zag je 0,2% omhoog gaan. Die zit nu vlak bij dat MA200 op 189. Dus misschien dat we nog een klein tikje terug gaan. Nou, je ziet die twee lijntjes hier. Die zijn van mijn Iron Condor en die heb ik al een keer aangepast. Ik heb naar beneden gerold, want ja, je ziet ook hier ging het afgelopen week toch wel behoorlijk naar beneden. Maar ja, ik verwacht dat we hier op 189, 190 wel een kleine steun zullen gaan zien. Dus nou ja, dat moeten we afwachten. Maar wat ik al zei, beleggers zoeken wat veiliger havens op. En in dit soort tijden zijn dat ook de edelmetalen. ELD, 0,5% erbij. Nou, dat ziet er eigenlijk nog steeds heel goed uit na die stijging. Zie je nu een ja, zo'n kleine rustpauze, consolidatie. En ik denk dat we daarna wel weer verder omhoog kunnen. Tenzij de hele beurs instort. Dan zie je die edelmetalen vaak ook naar beneden gaan. Maar voorlopig, nou, kijk, zilver, 1,5% er zelfs bij. Een beetje dezelfde setup. Stijging. En nu ook weer zo'n consolidatiefase. Moeten we natuurlijk wat zo tekenen. Misschien dat we nog wat zijwaarts gaan, maar het ziet er nog steeds bullish uit, die edelmetalen. Even kijken naar de AEX, die heb ik hier. Nou, die AEX die was behoorlijk gestegen, maar is natuurlijk ook gedaald. En je ziet hier dit, oh, is goed doen, dit niveau hier. Nou, oh ja. Zie je toch wel een steunzone liggen. En daar is die koers nu in aanbeland. En misschien dat hij nog een tikje terug gaat naar de 8,50. En dan is het afwachten. Misschien krijgen we een kleine opleving en gaat hij dan nog verder omlaag. Of ja, hij kan er natuurlijk ook doorheen knallen.
Maar ja, hier ligt wel een behoorlijke steun, zo rond de 8,50. En als we kijken naar de Eurostoxx, ik had hier wat zitten tekenen. Ik kreeg een vraagje van iemand, kan je eens aandacht besteden aan de Eurostoxx 50? Nou, ik denk dat hier zo rond de, wat is het, 45, 80 een eerste steun ligt. En hier 44, 50 een tweede steun. Ik kan even tekenen, kijk, die koers. Nou, wacht, ik zie nu weer mijn ding niet. Is hier al een keer geweest. En hier natuurlijk geweest. Hier. En hij is hier nu al een keer geweest. Dus ja, hier ligt wel een redelijke steun. Dus ook hier weer even afwachten of die steun gaat houden. In de tussentijd abonneer je eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook op het belletje. Dan krijg je automatisch een seintje als ik weer een videootje upload. Dan wou ik nog eventjes kijken naar Adobe. Twee weken geleden dacht ik, had ik dit genoemd om hier een bear call spread op te zetten. Nou, ik heb de premies niet gecheckt, maar als je dit hebt gedaan, dan denk ik dat nu wel dat je wel winst kan nemen. Ik denk dat het grootste deel van de winst wel binnen is van de ontvangen premie. Dus ja, dat zo zie je zo'n bear call spread of een bull pun spread natuurlijk, maar in ieder geval een credit spread. Die hebben een behoorlijk grote slagingskans als je hem goed opzet. Ik heb trouwens op mijn website een hele online cursus daarover. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in zo'n credit spread. Het is een hele interessante strategie. Je ontvangt meteen bij de start premie. Nou, wat is er mooier, hè, om geld te krijgen als je een positie opzet. Nou, in een geval als dit hoef je er eigenlijk niks aan te doen. Alleen maar toe te kijken hoe die premie naar je toe komt. Ja, verder wat ik. Dus al zei, je ziet dus wel een rotatie nu van kapitaal dat uit die technologie gaat. En die gaat dan bijvoorbeeld naar aandelen als hier Johnson & Johnson. Je zag donderdag al zo'n mooie pinbar, zie je. En die kreeg vrijdag eigenlijk een vervolg. Die pinbar die wordt dus eigenlijk gevalideerd, kan je zeggen, omdat die koers daar een behoorlijk eind boven is gesloten. Dus ik ben benieuwd of we nog wat verdere stijging gaan zien. Maar je ziet ook zo'n defensief aandeel als bijvoorbeeld Procter & Gamble, zie je, bijna aanbeland op dat MA 200 en het MA 150 heb ik hier staan, ja. Dus ook hier werd die koers omhoog geduwd door de stieren, nou, 0,5% erbij. Maar ook de banken, die mochten zich verheugen in de nodige interesse, zie je, JP Morgan, 2,3% erbij. Citigroup, 1,5% en zelfs Bank of America, 3,3% erbij. En die was al 2 dagen gestegen. Dus ja, als je de komende weken nog een positie zoekt, een long positie, een bullish positie, bedoel ik eigenlijk, dan zou ik denken, zoek het een beetje in die defensievere aandelen. Banken bijvoorbeeld, maar ook de energiesector doet het goed. En dat heeft natuurlijk weer te maken met ja, die spanningen in het Midden-Oosten. Dus Iran heeft zich gemengd in het hele conflict. Dus ja, dan zie je dat die olieprijs ook gaat stijgen. Dus ja, bijvoorbeeld Chevron, zie je dat? Die hele mooie setup. Maar ook, even kijken, ik dacht ExxonMobil. Je moet alleen even opletten. 26 april. Ja, dus dat is eind volgende week krijgen we de earnings. Dus daar moet je altijd wel eventjes op letten. Maar in ieder geval, ja, om een beetje spreiding in je portefeuille aan te brengen, lijkt me niet zo'n slecht idee. Ik zou niet al mijn eieren nu in het mandje van de technologie en van de AI-chips leggen. Want ja, we hebben gezien, Nvidia gaat hard naar beneden. En al die anderen gaan nu ook hard naar beneden. Maar ook XLU, ik heb hem, dacht ik, 2 weken geleden genoemd. Utilities. Nou, die ging wel even een paar dagen naar beneden. En dat was natuurlijk gewoon onder invloed van de algehele stemming op de beurs. Maar je ziet een heel mooi herstel, 3 dagen. Kreeg er ook 1,6% bij. Dus ja, dit is natuurlijk ook een interessante sector. Nu als de angst en de onzekerheid wat toenemen om hier eens te kijken of hier wat setups in zitten, maar je kan natuurlijk ook de ETF zelf gebruiken, XLU.
Even iets anders. Vrijdag 7 juni, dat is de dag geworden waarin ik, of waarop ik een dag ga organiseren voor startende optiebeleggers. Ik ga daar de basics uitleggen over opties, wat je er allemaal mee kan, waar je op moet letten. En ik ga ook een hele interessante optiestrategie behandelen. En ik ga dat laten zien aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een hele mooie strategie die het heel goed doet in stijgende en dalende markten. Hè. Dus als je bijvoorbeeld nu denkt van nou, die beurs die kan nog wel verder naar beneden. En ik heb wel wat aandelen op het oog die ook wat verder kunnen gaan dalen. Nou, dan is die strategie echt heel interessant om daarop in te spelen. Dus vrijdag 7 juni, ik ga hieronder deze video een linkje opnemen. En dan naar een pagina waar wat meer informatie staat. En als je geïnteresseerd bent, dan kan je daar ook je plek reserveren. En let op, er is plek voor 15 personen. Want ja, ik wil alle vragen kunnen beantwoorden op die dag. En ja, als het meer dan 15 wordt, dan wordt dat een beetje lastig. Dus 15 personen, vrijdag 7 juni, linkje onder deze video. Nou, we gaan weer afwachten wat het wordt komende week. Het zal best wel weer spannend worden, want we krijgen natuurlijk weer een hoop kwartaalcijfers te verwerken. En ja, dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden. Bedankt voor je aandacht en ik zie je volgende week weer. Dag!